Dat is een hele lange naam. Dat is ook niet meer een echte naam. Maar als ik zeg dat ik Jeanette de Kortie, dat gelooft ook niemand. En daarbij, ik zie jullie al kijken, wat ziet hij er raar uit, hè? Zij, sorry, zij. Okay. Doe maar gaan wennen, hè? Kan je mij wel voorstellen, denk ik. Dat klopt, ik weet, ik ben 2 meter groot. Ik heb een partij lange benen met flink wat haren erop. Een vrij zware stem voor een vrouw. Ja, ik kan er lachen, hè? Een vrij zware stem. En ik heb schoenmaat 48,5. Maar goed, vroeger. Toen hadden ze nog geen transgenders. Toen waren er nog geen borstvergrotingen. Dienden ze nog geen lippen inspuiten, kontvergrotingen. Al die verbouwingen aan die bakkersen, dat was allemaal nog niet. Nee, waren gewoon een meske. Ik wil jullie meenemen vanavond in het verhaal over mijn droom. En hoe dat die droom uitgekomen is. En of het allemaal is geweest wat ik ervan verwachtte. Ik liep namelijk vroeger altijd met mijn vader en moeder over de Graafse weg. Wij woonden daar in die Griebus tussen Stadion de Vliet en de IJsberen. Ja, Prins, ik wou eens jou noemen, maar ik denk dat een IJsbeer me valt. Die leveren tenminste wel kwaliteit. Zo, die is binnen. Wat moet ik weer nadenken? Hebben ze me voor gewaarschuwd, hè, jongen? Maar dan liep ik altijd met mijn vader en moeder en dan gingen we naar de Hintermanstraat. En zo over de mat, via het zijkstrutje naar het kroontje. En dan zagen wij altijd van die carnavalsclubs lopen. En dan liep ik dan van die vrouwen achteraan, arm in arm, in een lange rij achter die club aan. Met van die koepseleide kupkes. En een kuif op de kop, zo rood als een kakatoe. En die liepen dan, en als dan die muziek stopte, dan liepen ze alle vijf! En toen zie ik tegen mijn moeder, ik zeg, mam, dat wil ik later ook. Ik zeg, dat wil ik later ook. Zegt ze, wij jong. Ik zeg, nou, achter zo'n club aanlopen. Dan zegt ze, dat ken. Ze zegt, dan zullen ze zelf muziek moeten gaan maken. Nou, dat denk, dan laten we dat maar niet doen. Dat ken ik niet zo goed. En zegt ze, dan zullen een vrije moeten zoeken die bij de carnavalsclub zit. Ik was daar toen nog helemaal niet mee bezig. Ik kan het niet geloven, ik was toen nog zo klein. Maar goed, er kwam wel verandering in. Toen ik van de lagere school naar de middelbare school ging. Ik heb op de LTS gezeten. Ik zat op Zuid. In Westdonk, daar zat allemaal een asociale spul. Op Oost, daar deden ze allemaal fysiologieopleiding en kappersopleiding en nagelstylisten en allemaal die in banden. Nou, dat is niks van mij. Toen ben ik naar LTS Zuid gegaan en daar ben ik de logistieke opleiding gaan volgen. En ik moet zeggen, dat heeft me veel gebracht, want ik ben nou hoofdcontainerlosser bij Stuwerooi. En dat gaat goed. Maar op die school. En dan moet ik heel even kijken, want de volgorde. Op die school, daar kwam ik mijn eerste vrije tegen. En daar was de bekkenist van Alle Dagen Feest. Nou, Alle Dagen Feest, laat dat maar gerust zitten. Want die zat de hele dag op de bank naar mij te grijnzen, dat bombakkers. Dus die heb ik gauw een stamp gegeven. Heb ik nog verkeering gehad met een van de Eldorado's. Die maakte het ook, die maakte het ook fraai. Ik een hele dag bezig. En hij zat de hele dag met een fles cola aan zijn mond te lurken, een buil chips op zijn pants. Zat hij zijn eigen hele dag vol te douwen. Ik zeg op een gegeven moment, na een paar maanden, ik zeg, jongen, zou jij de dokter eens niet bellen? Hij zei, hoezo? Ik zeg, jij moet plastabletten hebben, want je houdt vocht vast. Je had voort in de kop, te konden 4 bakken zout van draaien. Je had beter bij de dikkepscanner zitten trouwens. Ik heb verkering gehad met een van de rare schutters. Ja. En die had me aan de veter. Daar ben ik financieel bij ingeschoten. Die wilden het liefste iedere dag bij de rustende jager een kogelbiefstuk met jachtsaus naar binnen gaan zitten werken. Nadat hij een schietgebedje had gedaan. Heb ik nog verkering gehad met een van de tierenlantijnen. Nou, die is eruit genaaid met een van CV de Peer. Tenminste, ik hoorde vanuit dat het van CV de Peer was. Het zou ook maar zo een van de exen van kunnen zijn. Dan heb ik nog verkering gehad met een van de Spanjolen. Nou, daar ben ik weggegaan naar de eerste keer dat ik daar was. Ik stelde mijn eigen voor aan al die muzikanten. Toen kwam ik bij de voorzitter. Ik zeg, goeiedag voorzitter, hoe gaat het? En die kijkt mij zo aan, beneden naar boven zo. En hij zegt, muy bien. En dan stond die voor me, best een imposante vent. Maakte van mij niet zo heel veel uit trouwens. Een grote Mexicaanse hoed op zijn plaksnor op zijn bakkers. Ik denk, ik vraag het nog een keer, want ik heb het niet goed verstaan.
Zegt, voorzitter, hoe gaat het met u? En hij kijkt me weer zo van beneden naar bovenaan. Hij zegt, mooie been. Ik zeg, ja, ik weet ook wel dat ik mooie benen heb. Daar hoef ik eigenlijk niet altijd naar te kijken. Huishouden kapot maken het. Nou, toen heb ik nog, werk nog meer bij gezeten. Bij de kleine meskers. Ja, daar werd ik alleen maar gepest. En ik moet nog vertellen dat ik weet niet, ik heb ook verkering gehad met Wimke Brouwers. En die zat toen nog bij de Piccolo. En ik kan jullie wel verklappen, ik weet wel waar de naam Piccolo vandaan komt. Maar goed, ik had al die clubjes gehad. Mijn moeder was het er ook allemaal niet mee eens. Ze zei, of Weske, sorry, zou je het niet eens rustiger aan gaan doen met al die vrijers? Ik denk, ja, maar je hebt gelijk. Ik denk, gooi eens een keer wat anders doen. Dus ik ben op een gegeven moment gaan solliciteren bij de Paternoster. Ja, dan begint al vaak daarover, dan beginnen ze al te lachen. Ik denk, ik gooi een keer kijken of dat ik toiletjuffrouw kan worden. Want ik denk, dat verdient flink wat kraken. Het is toch altijd hartstikke druk. Ik werd aangenomen. Nou, geen de kneup te verdienen. Nee. Iedereen die daar naar binnen kwam, die was denk ik al op die zeikwagen op de mat geweest. De ene die daar heel vaak naar de wc kwam, dat was Bert Henkelman zelf. Die kwam dan het zweet van zijn bakkes afschudden. Boven de gutsteen. Want volgens mij zakt die een uit zijn gezicht. Maar het heeft me ook wel wat moois gebracht. Want daar aan de wc, daar kwam ik hem tegen. Mijn en Harry. Hij stond voor me. En ik keek hem aan en hij keek mij aan en ik denk, dit is het, hè. Een grote sterke vent, flinke brede armen. Een paar mooie kijkers in zijn kop en een flinke bos met haar. Ik denk, dit moet hem zijn. Hij had een goede baan bij de Wenigroep en de plantsoenendienst. Dus mijn veurtuintje lag er ook altijd netjes bij. En Harry zat ook bij de carnavalsclub. Bij de natnekken. Nou, dat waren het, want die gasten konden keilen, dat wilde jij niet weten. Nou goed, we kregen verkering. Gingen samenwonen. Kochten een huisje, kunnen samenwonen. We zijn gaan trouwen. En we kregen een kindje. Ja. Ja, nou, dat viel natuurlijk niet mee, een kindje krijgen, samen met Harry en mijn. Dus we hebben besloten om er een te adopteren. Ja, dan zie ik jullie kijken, is best een moeilijk woord. Komt er eigenlijk op neer dat we zo'n in de steek gelaten jong uit Afrika met zo'n vlieg op zijn lip hierheen gehaald hebben. Onze Kofi. Onze Kofi. Een mooi manneke. Carnaval heeft hij wel moeten leren, maar dat hebben we wel gedaan. En bij deze club, ja, ik denk van nou hier moet ik mijn droom maar eens uit laten komen. Zou dit nou de club zijn waar dat ik mijn dromen kan verwezenlijken? Nou, ik kan jullie vertellen, het is één grote bak ellende. Dat begint in november, vanaf september met die tatteravonden. Die Nari, die kwam vrijdagsmiddags thuis van de Benengroep. Helemaal zenuwachtig, pijn in zijn pens. Want dan komt meneer, die komt weer naar een tatteravond of een tattermiddag op zaterdag of zondag. Ja, en toen. Dat wil je toe. Die een datum prikken, die kwam voorbij. En meneer die vinkte gewoon iedere keer aan, bam, ik ken. Hij hoefde maar voorbij te komen, hij was de eerste die reageerde. Ik kan erbij zijn. Niet met mijn overleggen van, schatje, hebben wij dat weekend wat te doen? Nee, Harry kon altijd. Zijn motto was, je bent lid of je bent het niet. En als je lid bent, dan moet je erbij zijn. Heeft hij ook wel gelijk, hè? Maar ja, Gaar en ik, hè. Nou, dan hebben we het kwakverstein. Nou, dan dachten ze van, we hebben de winnaar. Echt niet. Stonden wij door op dat podium als dames met van die rood-wit-gele paraplu's, met die ballonnetjes eraan. We probeerden die tekst mee te zingen, maar je mocht nooit op de repetitie komen, dus we konden die tekst niet. Ik denk, nou, dan maar een beetje meelopen op de maat van de grote trom, maar die kon nog niet tot vier tellen. Dus dat werd hem ook niet. En dan duurde het altijd een half uur voordat we van het podium af waren. Want het is dan gebruikelijk dat als je van dames van het podium afgaat, dan geeft de Luut Gielis een kusje. Nou, als je pak hebt, ben de nummer 66, dan heeft daar heel Loetendonk al met zijn bakkers overheen gegleden. En dan ben jij aan de beurt. Maar ja, ik kan er ook niet achterblijven, dus dat heb ik dan maar gedaan. Nou, dan gaan we richting de carnaval, dan hebben we die veurfeesten. Nou, dan begint het met Veni Vidi Vici feestje. Ja, ik denk dat dat volgend jaar zal wel niet meer doorgaan.
We hebben nog meer de veebrieven, de blauwe avond, bejaardencarnaval, donderdag, bejaardencarnaval, vrijdag, Oetelconcert, routekorte put. Noem het allemaal maar op. Ze werden overal voor uitgenodigd. Ik weet niet waarom, want het klonk helemaal nergens naar. Maar goed, daar waren dan de veefeest en dan de zondag, hè, carnaval. Dan mocht ik mee. Mocht ik erachteraan lopen. Onze koffie in de keindewagen. En dan gingen we de intocht lopen. Nou, dan moesten we om 11 uur bij het station zijn. En dan stond het door. Nou ja, dat weten jullie ook allemaal wel. Dat duurt ongeveer een uur of vier voordat je dan bij het stadhuis bent. Heb ik met die buggy iedereen tegen zijn enkelbanden aangereden. Als je ergens moet plassen, dan kende hij er binnen en gebutst met die wielikers van die keindewagen de deurstijlen eruit. En dan komt er op het station of op het stadhuis aan. De knul is al onthuld. Open hof is al afgelopen. Heel de morgen en middag in de naarmoei gelopen. En de eerste zondag is al bijna voorbij. Nou, dan s'avonds kroegentocht. Ik weet niet of jullie een idee hebben hoe dat gaat met de carnavalsclub. Lopen wij erachteraan, dan moeten wij gevoorstellen. Komen ze hier zo door de straat en dan melden ze er eigenlijk bij de portier. Hè? Nou, meestal staat er zo'n Oostblokkupje aan de deur, maar die huren ze dan in. En dan vraagt hij degene die voorop op zegt van, kennen we naar binnen? Nou, en dan zegt hij, ja kom maar, ik ken naar binnen. Ja, ik ken altijd naar binnen, dan hangen de druppels aan het plafond, ik ken altijd naar binnen. Nou, die muzikanten met 324 man voorop, die wil naar binnen toe. Het eerste wat hij doet als de laatste muzikant binnen is, arm voor de deur. Even wachten, zegt hij dan, het is vol. Die heeft niet in de gaten dat wij nog met 23 vrouwen erachter lopen. Nou, dan stond er door een half uur in de rademoed, de muzikanten stonden zo binnen te spelen. Maar net een half uur in de kou gestaan, daar werkt op een blaas. Bij ons dames, ik weet niet hoe dat bij de mannen is, maar bij ons werkt dat op die een blaas. Nou, dan kennen we nog binnen. Dan moeten we eerst hier in de rij gaan staan om te plassen. Dan gaat de dame die de lappot heeft, die loopt naar de bar, die bestelt een drankje. Voordat je de eerste slok op hebt, tuut, gaat dat flutje weer. Verzamelen en begon naar de volgende kroeg. En dat gaat zo dan de hele dag door. En trouwens, kroegen, daar kennen wij bijna niet naar binnen. Hè. We zijn met een manneke of vrouwke buiten, wij dan een stuk of 40 personen. Ik ken bijna nergens naar binnen, ja, wij buiten. Hotel Centraal, daar kennen we naartoe, maar ja, daar staat er tussen Batman, K3, Robin Hood en weet ik wat in een van de gakpak. Die stonden daar te springen. Wij zijn het niet te hoog hoor. Stonden te springen, die springen bijna het stuk van het plafond af. Nou, we rijden nog naar de tent, daar kennen we ook altijd wel naar binnen. Maar ja. Als je door met de club naar binnen komt, dan hebben we de kans dat je een kwartiertje hetzelfde nummer in blijft zetten. Want het is de regel, als je als club muziek staat te maken en er komt een nieuwe club binnen, dan moet de club die speelt, kent maar volgen of niet, die moet stoppen. En als de club die binnenkwam zijn nummer klaar heeft, maar dan ga je opnieuw beginnen. Nou, die gapers van ons die begonnen gewoon 15 keer met hetzelfde nummer. En dan stonden wij als vrouwen daar in een hoek. Dat gaat trouwens niet met die tent is rond, maar goed, we stonden daar tegen de zijkant van die tent aan. Als je een beetje pech had, dan stonden we voor zo'n warmtekanon, want die hebben ze daar neergezet. Nou, die blaast met 111 km per uur door warme lucht naar binnen, helemaal een permanent door de war. En dan stonden we dan. Nou, wat daar wel mooi is in die tent zijn de wc's. De wc's, die zijn daar wel fijn. Ik bedoel, dat is lekker rustig, dat is een beetje afgelegen. En dat is voor mij wel fijn, want ja, ik ben vrij groot, een vrij grote dame. En dan het voordeel daar is dan, zeg maar, dan ga ik zitten en dan, die deur, die is dan, onder is die zo'n stukje open. Nou, dan kan ik mooi mijn schoenen een beetje zo erom en doorschuiven. Het nadeel is wel, alle vrouwen die na mij naar de wc gaan, die flikkeren allemaal over mijn neus heen. Nou, dan moeten die tent nog uitzien te komen, dat is ook altijd mooi, want je bent daar ergens binnengekomen, maar ja, ik weet niet of je er wel eens komt, als je daar binnen staat, dan weet je niet meer, ja, we moeten naar buiten, nou, dan ben je dan ziek. Als je geluk hebt, is uw clubje er nog, want ik heb het ook wel eens meegemaakt, kom ik van de wc af, clubje weg. Nou, die Harry van mij, die denkt alleen maar aan zijn eigen kop, die heeft echt niet in de gaten dat ik daar nog zit te bissen. Naar buiten, als je een uitgang gevonden hebt, maar je moet flink zoeken waar moet ik heen. Vier keer rond, uitgang gevonden. Ben ik ook altijd te lul als ik de portier wat kraken moet geven, want ja, ik hang altijd aan die achterste man. Trouwens, over portiers gesproken. Ik heb een keer met onze koffie bij de paternoster voor de deur gestaan. Garen de Jong. Onze koffie. En die zat in zijn Boomba Baloo pakske.
lag ik daar in die rijswieg. En ik hoor die schuif van die deur open gaan. En dan komt hij naar buiten, hè, met zijn grote pet op zijn kop. En die buigt zijn eigen zo met die grote kop in die kinderwagen. Hij zegt, die komt er niet in. Dus ik kijk hem zo aan, zit er meer in de gang. Hij zegt, die komt er niet in. Ik zeg, waarom niet? Hij zegt, geen Oeteldonkse kleding. Maar ja, ik had daar ook weer een kwartier buiten gestaan in de Naremoe. Dus ik denk, ik moet naar binnen, want ik moest lossen. Dus ik ga naar binnen toe. Ik denk, weet je wat ik doe? Ik zet dat jong daar mooi in die buggy en een beetje in een donkere hoek. Dan valt hij niet zo op. En ik kom naar binnen. Die dames tegen mij, maar Jeanette, dat kan dat toch niet maken? Ik zeg, mij niet. Ja, dat kan toch haar in de Naremoe wel te staan in de regen? Ik zeg, ja, het is toch anders als het geen eigen is, hè? Ik heb geen vergelijkingsmateriaal natuurlijk, maar... Maar goed, die ellende allemaal meegemaakt. En op een gegeven moment, ik was er eigenlijk wel een beetje klaar mee. Gaat het nog, schatje? Ik was er wel een beetje klaar mee. Ik zeg tegen die Harry van mij, ik zeg, Harry, wij moeten eens even met elkaar praten. Hij zegt, waar is de schatje? Ik zeg, nou, ik loop al die jaren al achter jou aan. Ik zeg, ik breng u, ik haal u, ik kook een put, want hij wilde met carnaval, wilde niet ook garen aardappels, groenten en vlees. Dus toen stond ik, als we 's middags thuis kwamen, kon ik eerst dat jong doen. Nou, dan kon ik nog aan die vretenspot beginnen. Dus daar heb ik gedaan. Ik zeg, ik ben altijd trouw geweest aan hoe ik loop met de carnaval achter u aan. Ik loop met dat jongen in die buggy. Ik zeg, jij hebt hem nog niet in de gaten, want je loopt alleen maar te tatteren de hele dag. S'nachts met de carnaval, ook mooi, moet dat hondje uitlaten. Stuurt hij mij met die hond het park in. Ja, en dan zouden we denken, dat doet Harry. Dat klopt. Heeft Harry één keer gedaan met de carnaval. Ik denk, na een kwartier of een half uur, ik denk, waar blijft hij toch? Dus ik ga kijken, zit dat hondje daar met zijn bandje om in het grasveld. Ik denk, waar is Harry? Lag in de pomp, hè. Was hij bij ons in de romp, was hij in plaats van over de brug, was hij gewoon naast de brug het water ingelopen. Dus daar word ik ook niet goed van die schurfjoekel. Ja, Harry, hè. Dus ik zeg dat tegen hem, ik zeg dus, wij gaan er eens over praten. Ik zeg, het is heel makkelijk, we gaan kiezen. Ik zeg, je gaat of van die club af, of wij gaan uit elkaar. Nou, we zijn uit elkaar. Ik heb het nou zo vertellen, ik had er nog best moeilijk mee, hoor. En toen hij tegen mijn zin uiteindelijk dat ik mijn koffers kon pakken, toen ben ik wel kwaad geweest. Ik ben de trap op gegaan, ik ben naar boven gegaan. Ik heb dat koffertje gevat, ik heb die trompet eruit gehaald en hij stond beneden. En die heb ik zo naar zijn kop toegegooid. Ik zeg, hier redden er een. En hij miste hem. En dan katsen die via de deur zo, pam, pam, ting, ting. Katsen die over de tegelvloer door de kiet heen. Dus ik had er wel een beetje spijt van, maar ik moet heel eerlijk zeggen. In al die jaren dat ik met Harry samen ben geweest, heeft dat ding nog nooit zo goed geklonken. Afijn, flinke bonje. Al met al, ik ben nou een jaar gescheiden. Nou, dat is niet zo zielig. Want ik ben er nou achter gekomen dat de meeste dromen inderdaad bedrog zijn. Dat is echt zo. En ik vond het ook fijn dat ik mijn verhaal hier met jullie mocht delen. En dat jullie een luisterend oor waren voor mij. Want daar ken ik mee verder. Nou ben ik het kwijt, ik heb het van mijn af kunnen gooien. Die Harry gaat zijn eigen gang. Onze Kofi is voor het, nou ja, iets kleiner dan ik, maar die is voor het zo groot. Dus die gaat met zijn vriendjes op stap. En ik denk dat ik er dit jaar maar eens een hele fijne carnaval van ga maken. En ik hoop dat jullie dat ook doen. En nogmaals bedankt voor het luisteren. Houdoe!